Goedenavond, dames en heren. Het journaal van de STVS. Het is maandag 8 juni. Een tweede persoon in Suriname is aan de gevolgen van COVID-19 overleden. De patiënt was opgenomen op de intensive care afdeling van het regionaal ziekenhuis Wanica. Vanaf de opname verkeerde zij in een zorgelijke situatie. De vrouw lag aan de beademingsmachine. Met alle ter dienste staande middelen en medicatie is getracht haar in leven te houden. Helaas is dat niet gelukt. Namens de regering en de totale samenleving wenst president Desiree Bouterse de nabestaanden heel veel sterkte toe met dit verlies. Heren, Suriname, mag ik van hieruit de totale Surinaamse gemeenschap condoleren met het slachtoffer, mevrouw Pinas. Wij zijn zeer aangeslagen natuurlijk en heel Suriname wordt gecondoleerd, in het bijzonder de familie Pinas. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om de totale Surinaamse gemeenschap op te roepen om de instructies gegeven door ons COVID-team op te volgen. Laten wij dit fenomeen, het coronavirus, met z'n allen te lijf gaan. Laten we met z'n allen dit bevechten, zodat wij zelf sterk uit dit gevecht kunnen komen. Laten we elkaar helpen. Laten we er zijn voor elkaar. En laten we dit fenomeen, COVID-19, heel serieus nemen. Je ziet, we hebben nu weer een dode te betreuren. Als wij niet samen optrekken, zal Suriname de grote verliezer zijn. Ik ga daar niet vanuit. Ik ga ervan uit dat wij dit signaal en de professionele begeleiding van het COVID-team heel serieus nemen. En dat we begrijpen dat het om Suriname gaat. Ik dank u allen. In een persbericht benadrukt het ministerie van Volksgezondheid weer dat ouderen, mensen met chronische ziekten, hoge bloeddruk, diabetes, kanker, longaandoeningen een groter risico lopen om ernstige complicaties te ondervinden bij een COVID-19 besmetting. De totale samenleving wordt opgeroepen om alle adviezen met betrekking tot persoonlijke hygiëne, sociale afstand en algemene preventie van infecties uit te voeren.